Hey, we hebben dus een mooie streek uitgehaald. Eerst hebben we 's ochtends die vis meegenomen. Nou ja, beide vissen meegenomen in de kom. En nu was er dus één weg, tijdelijk. Er gaan geruchten van dat die vis vermoord is. Nou ja, maar daar zijn wij het niet mee eens. Want hij was gewoon weg met zijn vriendin. Het is een hele spontane groep. Welke groep is het eigenlijk? Kom even bij met de vissen. Welke groep zijn jullie? Wij zijn groep E. E? Wat is het verhaal nou? Je had een verhaal. Ja, hij was gewoon vandoor gegaan met zijn lover. En die hebben we gevonden, maar we konden ze niet meer scheiden, want ze wilden gewoon niet bij elkaar weg. Nee. Dus we hebben ze beide maar meegenomen. Dus, kortom, Eddie is weggegaan met zijn lover. En we gaan ze nou even herenigen, Freddy en Eddie. Freddy en Eddie gaan we gewoon even herenigen. We gaan nou naar de studio. We pakken ze even, dit is een kwartier voor een uitzending, voor mij, nou ja, een kwartiertje voor de uitzending. Voor de live uitzending van tv. Ze hadden eigenlijk, wouden ze liever niet dat we dit soort dingen deden, maar... Ja, we pakken ze gewoon. Nou, we gaan door. Ik heb zo'n klein vermoeden dat ze allemaal in de studio helemaal gaan flippen. Dus, nou ja, we doen een soort sneak attack, ja? We gaan voorin direct filmen, we zijn klaar voor. Ja? Ja? Go! Hij was allemaal weg deze ochtend. We weten gewoon niet waar hij is. Sterker nog, we hebben hem weer teruggevonden samen met zijn lof. En daar zijn ze. Hij heeft een vriendin. Oh, ik ben even flabbergasted. Dank je wel. Hij is terug met zijn vriendin. We hebben hem terug. Dit is een mooi teken. Hè? Dus gewoon, ja. Dit is weer herenigd. Dit is een fantastische groep geweest. Die heeft gewoon bang. Kunnen we ze herenigen nu? Kunnen we de vissen in de kom doen? Gaat het lukken?